wat in mijn gevoel is, bij jou altijd, al een tijdje, waarom je in het lastige pakket zit waar je in zit, is dat ik eigenlijk het gevoel heb dat je al een tijd lang het advocaat zijn eigenlijk niet zo heel leuk meer vindt. Nee, ik kan me wel voorstellen dat je dat denkt. Want ik vind de advocatuur, althans het uitoefenen van dat beroep, minder leuk dan in het begin. Maar dat heeft niet zozeer met het vak zelf te maken, maar de periferie. Ja, waarin je dan verkeert, dat je bijvoorbeeld collega's hebt. We zagen er eentje waarvan ik denk, van daar wil ik eigenlijk niet mee in één adem mee worden genoemd. Daar bedoel ik natuurlijk niet Oscar Hammerstein mee. En dat, weet je, dat ik het niveau waartussen ik moet werken, en dat geldt uiteraard niet voor alle strafadvocaten, maar wel voor een heleboel strafadvocaten, dat ik me daar nou niet mee kan vereenzelvigen. Dat is één. Dat de Hoge Raad in Nederland eigenlijk alles waar nog een beetje een opening zit voor de verdediging dichttimmert, met de mantel der liefde bekleed. Dat is een tweede aspect. En het derde aspect is natuurlijk ook dat je ook soms met een cliëntele te maken hebt die, waarvan je kan zeggen dat zijn ook niet de meest redelijke mensen. Maar dat is ook gelukkig uitzondering in al die tijd dat ik het heb gedaan. Maar het gaat erom dat jij in de omstandigheden dat jij het daarmee... Maar als je je zo voelt, wat je net volgens mij heel goed omschrijft, volgens mij ga je dan ook op een bepaalde manier gedragen naar bijvoorbeeld, inderdaad, je vakgenoten en naar je vak toe. Ja. Wat die mensen natuurlijk allemaal tegen de schenen schopt. Ja, maar kijk, er zit een punt, je hebt een punt, denk ik. Maar is stiekem dan ook, zeg maar, de acties die je uit had, want persoonlijk is het stiekem ook niet bijna een soort van schreeuw van jezelf dat je graag iets anders wil doen? Nee. Is het ook niet dat, omdat je bijvoorbeeld weet je, dit en dit doe je goed, weet je wel, en talkshows en de entertainmentindustrie. Dat is natuurlijk wel iets wat jij hebt, andere advocaten niet. Het is een andere wereld die jij ontwikkeld hebt daarnaast. Ja, mag ik daar iets over zeggen? Want daar wordt wel eens wat lacherig over gedaan. Kijk, een moderne strafadvocaat die kan niet goed meer functioneren in 2013 zonder dat hij ook in de media naar behoren kan optreden. En er wordt wel eens lacherig over gedaan dat ik een, hoe noemen ze dat, een tv-advocaat ben, of dat ik, hoe noem je dat, dat ik theater maak en dat ik vaker in de studio te vinden ben. Maar je vindt het toch ook heel leuk? Ja, maar heel even, natuurlijk. Nee, ik begrijp ook wel wat je zegt, maar het is iets anders dan op camera zeggen van, nou, mijn cliënt is onschuldig. Nee, en van, nee. Albert, wie heeft het tasje van Britney gejat? Maar dat is wel een verschil. Ik begrijp waarom je het leuk vindt. Ik zeg alleen, je vindt je advocatenwerk vier wat minder. Je hebt die nieuwe wereld ontdekt. En ik denk doordat je je zo bent gaan gedragen, dat dat steeds meer anti je traditionele professie is en de mensen die er traditioneel in zitten. Waardoor we denk ik zijn maar nu op het punt waar we nu zijn. Dan heb ik toch iets interessants, want je bent een tijdje weg geweest. Hè? Hm. Toen ik Boulevard ging doen. Jij binnenkort ook. Heeft dus profetische gaven, hè? Want de uitspraak is nog niet. Ik hoor 22 april. 22 april.